leuk dat jullie weer kijken. Het is nu zaterdagmiddag. Ik wil toch nog even een filmpje maken voor maandag. Wat hebben we afgelopen week gedaan? Aardappels afleveren, aardappels opzakken. Het heeft afgelopen week weer heel veel geregend. De senkropmeter die gaf alweer 60 mm aan afgelopen week. Het is echt zeiknat. En nu geven ze ook alweer vorst af voor volgende week. Dat wordt wel een probleem voor de boeren die nog suikerbieten en aardappelen of andere gewassen in de grond hebben zitten. Ik zou wel heel blij wezen dat het gaat vriezen. Dat is tenslotte goed voor de grond en dan droogt het misschien wat op. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt dat het zo lang, zo nat en zoveel geregend heeft. Maar eens even in de schuur kijken hier. Wat ben je allemaal aan het doen, Jelle? Het gaat vriezen, hè? We gaan een vrachtwagen laden. Mooi werk, hè? Al dat plastic met stro. Twee lagen karton op de bodem en plastic met stro aan de zijkanten. En het zijn aardappels van Levi, dus Levi die dekte alles af met nog een laag stro erbovenop in plastic. Mooi zo. Passen en meten. Voordat de vrachtwagen komt laden, vraag ik altijd hoe dat ze de pallets geladen willen hebben. Allemaal isolatie erin gezet, dichtgepakt. Anderhalf uur ben je ermee bezig met drie man om de pallets in te zetten en alles mooi dicht te maken. Rijdt die vrachtwagen naar buiten. Hadden ze verkeerd gezegd hoe dat de pallets erin moesten. Dus ze hebben alle isolatie hebben ze weer losgehaald. Twee pallets hebben verzet naar achteren. En alle isolatie hebben ze er weer goed ingemaakt. Het is moeilijk en het blijft moeilijk, schijnbaar, voor de chauffeurs. Container laden voor Qatara. Ja, Casablanca, Marokko. Er gaan 20 pallets in. 55 zak per pallet. Van 25 kilo, dus totaal 27,5 ton. Jelle is voor het eerst de container aan het laden. Jelle is bezig geweest om trekker schoon te maken en alles klaar te zetten. Trekker staat klaar om te ploegen. Alleen of het ervan gaat komen, dat weet ik niet. Want er komt nou weer vorst. Het is echt zeik en zeik nat op land. Maar we staan er staat klaar voor.
De zaaicombinatie hangt aan de trekker. Om nog even al tarwe te zaaien, dat is ook nog niet gelukt tot nu toe. We gaan het allemaal zien. Eerst volop sorteren en aardappels opzakken. Het is nu hier heel erg rustig, maar afgelopen week hadden Jelle en Hessel nog kerstvakantie. Nou, die hebben heel de week goed hun best gedaan en meegeholpen met aardappels sorteren. Hessel heeft hier Melody gesorteerd en Jelle heeft geholpen met aardappels opzakken voor een collega boer. Klussen voor onszelf. Laatste klus opzakken. Nog even certificaat eraan. Musica 2835. Dan kunnen we maandag weer volop beginnen met de volgende partij. Het is een drukke week, veel gebeurd. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog.